Goeiedag allemaal, weer een nieuwe video bij Camper & Boatworks. Ik heb een nieuwe gadget en dat is een droogtoilet. Het ding is van Rich Monkey. Hier hebben we de emmer, deksel en in deze hoes daar zit normaal gesproken de toiletsetting. Die had ik er al van tevoren uitgehaald. Die plaats je erop. Toiletbril. En dan hebben we hier nog een bril voor de zakken. Die zakken die zitten erbij. Dat zijn droogtoiletzakken. Daar zit een toiletzak in. Er zit ook nog los wc-papieren hierin. Er zit een gel in. Dus je doet de zak erin. Je gooit je gel erin en die zorgt dat hij van de vloeistoffen een vaste massa maakt. Dus je gooit je gel erin en als je klaar bent haal je de zak eruit en vervolgens gooi dat in de vuilnisbak en klaar ben je. Mooi schoon, je hebt nergens last van, het stinkt niet. En wat er ook nog bij zit, is een toiletrolhouder. En die hang je gewoon netjes aan de zijkant neer. Die kan je zowel links als rechts eraan hangen. Er zitten twee van deze boksen bij. Daar zitten de droogtoiletzakken in. En daar kan je ook nog een toiletrol in doen. Dus je kan vijf van die zakken. Je kan ook de toiletrol er niet in doen, dan doe je alleen de zakken erin. Maar in ieder geval, dit pakketje, dat kan je netjes opbergen. En zo heb je een net en schoon toilet tot je beschikking. Voor de prijs hoef je het niet te laten, het ding kost 50 euro. Nou, wat wil je nog meer? Zit je niet met het gehannes van zo'n chemisch toilet, dat je dat ding iedere keer leeg moet gooien. En er zijn ook chemische stoffen allemaal. Dat hebben we hier last van. Dus het is milieuvriendelijk, ook nog eens een keer. En het kost weinig. Dus doe er je voordeel mee. Dat was het weer voor deze video. Ik zou zeggen, tot de volgende. En heb je vragen, doe het onder in de comments. En ik zou zeggen, tot de volgende.